kregen van de heer Thijssen, die vanwege ziekte niet bij het debat aanwezig is geweest, om wel bij dit 2 minuten debat te mogen spreken. Is daar bezwaar tegen? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hagen van D66. Dank, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat uit een rapport in handen van de Plastic Soup Foundation blijkt dat de Westerschelde zwaar vervuild is met zogenaamde nurdels, plastic korrels. Overwegende dat het kabinet in antwoord op eerdere schriftelijke vragen aangaf onvoldoende zeker te zijn waar de plastic korrels in de Westerschelde precies vandaan komen. Overwegende dat er plannen zouden zijn om in de haven van Antwerpen een nieuwe ethaankraker te bouwen voor de productie van nog meer plastic. Overwegende dat is bewezen dat de plastic korrels schadelijk zijn voor zeedieren, vogels en vissen. Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de aanwezigheid van plastic korrels in de Westerschelde kan worden teruggedrongen en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het RIVM heeft vastgesteld dat de kooksfabrieken hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van kankerverwekkende pakstoffen. Constateren dat het RIVM heeft vastgesteld dat omwonenden van Tate, Stiel en Muiden vaker last hebben van hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Overwegen dat er in het plan van aanpak van Tate, Stiel staat dat het sluiten van de kooksfabrieken zou leiden tot een forse reductie van zeer zorgwekkende stoffen, stikstof en geur. Overwegen dat voor een gezonde leefomgeving in de Eimond de overgang naar klimaatneutrale staalproductie zo snel mogelijk moet worden gemaakt. Verzoekt de regering met Tata Steel en de provincie Noord-Holland te onderzoeken of vooruitlopend op het groen staalplan extra milieu- en gezondheidswinst te realiseren is, bijvoorbeeld door het al eerder sluiten van bedrijfsactiviteiten, zoals de kooksfabriek 2 en of het uitvoeren van extra maatregelen bovenop de roadmap. Verzoekt de regering de Kamer te informeren over de uitkomsten en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door het lid Bouchelied. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat veel inwoners rondom de Westerschelde zich zorgen maken over de effecten van de PFAS-vervuiling voor hun gezondheid. Constateren dat hoge concentraties PFAS negatieve effecten hebben op de gezondheid van mensen. Overwegen dat de gemeenteraden van Borselen, Capelle, Rijmerswaal, Hulst en Sluis al langer vragen om een gezondheidsonderzoek voor de bevolking rondom de Westerschelde. Overwegen dat de omwonenden van de Westerschelde duidelijkheid verdienen over de gevolgen van PFAS voor hun gezondheid. Verzoekt de regering om met de GGD en provincie Zeeland in gesprek te gaan over het lopende onderzoek naar de meerwaarde van een bevolkingsonderzoek en de mogelijkheid die dit geeft om onzekerheden bij omwonenden weg te nemen en de Kamer te informeren over de uitkomst van deze gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door mevrouw Beckerman. Ik heb er nog één, voorzitter. Dat zal helaas niet gaan, want u bent al 10 seconden over de tijd heen. Dus voor de volgende keer wellicht. Ja, dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Van Es van de Partij voor de Dieren. Mevrouw Van Es, gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Ik heb 3 moties, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat rapport op rapport bevestigt dat de uitstoot van Tata Steel funest is voor de gezondheid van bewoners, milieu en klimaat. Overwegen dat het sluiten van kooksfabriek 2 de beste en snelste manier is waarop de gezondheid van omwonenden merkbaar kan worden verbeterd. Overwegen dat het onacceptabel is om nog tot 2030 te wachten om kooksfabriek 2 te sluiten. En verzoekt de regering om het sluiten van kooksfabriek 2 op korte termijn af te dwingen en een sluitingsdatum vast te stellen. Het gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door mevrouw Beckerman en mevrouw Bouchelied, alsjeblieft. De tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat zeer zorgwekkende stoffen gevaarlijk zijn voor mens en milieu en we zo snel mogelijk alle ZZS moeten uitfaseren. Constateren dat bevoegde gezagen voor januari 2021 ZZS-emissies in beeld moesten brengen en daarbij wat bedrijven hebben gedaan om deze emissies te minimaliseren. Constateren dat de oplevering van de benodigde informatie nog steeds niet is afgerond. Constateren dat uit de evaluatie van een ZZS-beleid blijkt dat er nog geen Nederlands breed, actueel, betrouwbaar en compleet overzicht is van de emissies en bronnen van die 1700 ZZS. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en omgevingsdiensten uiterlijk eind 2022 kunnen aangeven hoe en wanneer ZZS-emissies worden geminimaliseerd. Gaat over tot orde van de dag, ook mede ingediend door mevrouw Beckerman en mevrouw Bouchelied. Overweging dat er in de Westerschelde miljoenen plastic korrels zijn aangetroffen. Overwegen dat Vlaamse bedrijven als 3M waterlozen in de Schelde met een PFAS-concentratie tot wel 16 keer de maximumnorm en dat dit water uiteindelijk terechtkomt in de Westerschelde.
constateren dat zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS oneindig lang in onze ecosystemen aanwezig zijn. Constateren dat het RIVM adviseert zo min mogelijk vis, en dan zeg ik het liefst helemaal geen vis, te eten uit die Westerschelde. En verzoekt de regering met die Vlaamse overheid keiharde afspraken te maken om de vervuiling door onder andere PFAS en plastic korrels in de Westerschelde terug te dringen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door mevrouw Hagen. Dank u wel, mevrouw Van Es. Bijzondere constructie, maar het is gelukt. We gaan naar de heer Havekort van de VVD. Voorzitter en welgemeend, dank u wel. De VVD-fractievoorzitter kijkt met tevredenheid terug op het commissiedebat externe veiligheid, waarbij het ging over het zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen. En we danken de staatssecretaris voor haar antwoorden op de vragen die wij in het commissiedebat gesteld hebben. De VVD is dan ook blij te horen dat het impulsprogramma voor chemische stoffen samen gaat lopen met het interbestuurlijke programma van het vergunningen, toezicht en handhavingsstelsel. Dat betekent namelijk dat de zorg voor de omgang met chemische stoffen en het versterken van de omgevingsdiensten samen op gaat lopen. We wensen de staatssecretaris succes met de verdere uitwerking daarvan. En ja, voorzitter, daar ligt wat ons betreft het begin van de strategie voor schone industrie. Ik wil dan ook nogmaals benadrukken dat de VVD het toegezegde onderzoek naar innovatie binnen de chemische industrie omarmt, maar vooral ten aanzien van de verdere uitwerking ook daadkracht verwacht. Voldoende vergunningen voor schone en nieuwe installaties, voldoende fossielvrije energie en een Europees gelijk speelveld. Dat zijn namelijk zeer cruciale randvoorwaarden als het gaat over het stimuleren van innovatie op weg naar die schone industrie. Voorzitter, wat de VVD betreft vandaag geen moties. Dank u wel. Dank u wel, meneer Havekort. Dan gaan we naar mevrouw Bouchalie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Twee moties. De Kamer gehoorde beraadslaging. Overwegende dat de aanpak van de stikstofcrisis vraagt om een bijdrage van alle sectoren. Constateren dat de emissienormen voor ammoniak in de industrie al minimaal 30 jaar niet zijn aangescherpt. Ondanks dat de industrie in beginsel de best beschikbare technieken moet gebruiken om de uitstoot tot een minimum te beperken. Constateren dat de emissienormen voor ammoniak voor de industrie met de invoering van de omgevingswet wordt verlaagd van 30 milligram naar 5 milligram per 1 januari 2023. Maar dat de normen ook kunnen worden verlaagd in het besluit activiteiten leefomgeving. Verzoekt de regering om te garanderen dat de emissienormen voor ammoniak voor de industrie onafhankelijk van de invoeringsdatum van de omgevingswet worden verlaagd per 1 januari 2023. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door Thijssen en Van S. En dan de laatste motie. De Kamer gehoorde beraadslaging. Constateren dat de bewoners van de IJmondregio op dit moment een onacceptabel gezondheidsrisico lopen. Overwegende dat de gezondheidsrisico's alleen kunnen worden gereduceerd als er bekend is welke concrete waarden moeten worden behaald. Constateren dat het RIVM in een eerste verkenning heeft aangegeven het mogelijk is om voor een aantal relevante stoffen, zoals onder meer lood, metalen, pakfijnstof en stikstofoxiden, een proof of concept te ontwikkelen om zo de gevolgen van de blootstelling integraal te kunnen beoordelen. Verzoekt de regering om samen met RIVM om zo kort mogelijke termijn tot concrete kwantitatieve waardes te komen voor deze stoffen en hier vervolgens op te handhaven. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door Thijssen en Van S. Dank u wel. Dan gaan we nu naar mevrouw Beckerman van de SP. Ja, goedemorgen, ook van mij drie moties. De Kamer gooit op raadslaging overwegende dat het tempo van sanering van asbestdaken afneemt, constaterende dat het kabinet voornemens is de 35 miljoen voor het zakelijk saneringsfonds niet langer te willen inzetten voor het saneren van asbestdaken. Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het doel om voor 2030 alle asbestdaken te saneren alsnog gehaald kan worden. En tot die tijd de 35 miljoen voor dit doel gereserveerd te houden, gaat over tot de orde van de dag. Beckerman. De Kamer gooit beraadslaging overwegend dat toezichthouder SODM recent heeft geconcludeerd dat overslagstation voor aardgascondensaat midden in Rodeschool niet veilig genoeg is en moet worden verplaatst. Sorry. Gaat u verder? Er was even wat achtergrondgeluid, u mag verder gaan. Gaat u gang. Iemand al dol enthousiast over de motie vermoedelijk. Constaterende dat aardgascondensaat vanaf Rodeschool per spoor naar Rotterdam wordt vervoerd en daarbij door 28 Nederlandse gemeenten komt, verzoekt de regering te onderzoeken of vervoer van aardgascondensaat per spoor van Rodeschool naar Rotterdam nog wel veilig genoeg is. En alternatieven, zoals vervoer vanaf de Eemshaven in beeld te brengen, gaat over tot de orde van de dag. Beckerman.
Bij die motie merk ik op dat we bij het debat Mijnbouw Groningen morgen specifiek over het overslagstation zelf opnieuw in debat zullen gaan. Maar dat ligt bij een andere winstpersoon. Maar dit vervoer ligt hier. En vandaar dat we dus in twee commissies tegelijk voorstellen doen. En de laatste motie, de Kamergoedse beraadslaging overwegen dat op 17 mei de motie Beckerman-Hagen in zaken PFAS en Hedwiggepolder op stuk nummer 3075, nummer 413 is aangenomen. Constateren dat slechts een deel van het dictum van deze motie is uitgevoerd, verzoekt de regering alsnog een deel van het dictum van de motie uit te voeren, waarin wordt verzocht eerst vast te stellen dat er geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving, en het afgraven van de zeedijk van Hedwiggepolder tot die tijd te pauzeren gaat over tot de orde van de dag. Beckerman. Nou, dat was het. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Thijssen van de Partij van de Arbeid. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de leden dat ik deel mag nemen aan het 2 minuten debat. Ik had inderdaad helaas slachtoffer van de nieuwe coronagolf. Maar nu ben ik weer up and running. Ik was dus helaas niet bij het debat. En ik ben hier nu weer bij een 2 minuten debat. En ik ga geen motie indienen. Want wat ik heel erg graag zou willen is dat een toezegging van de staatssecretaris en een reeds aangenomen motie snel wordt uitgevoerd. Dus vorig jaar, bijna een jaar geleden, was Nederland in rep en roer. Want er waren onacceptabele gezondheidsrisico's rond Tata. Kinderen zouden eigenlijk niet moeten buitenspelen. Toen hebben we een hele goede motie aangenomen in deze Kamer. Die heeft gezegd, bepaal nou wat onacceptabele gezondheidsrisico's zijn en kom met een plan van aanpak dat die onacceptabele gezondheidsrisico's voor de omwoners weg worden genomen. En ik constateer helaas in de laatste stukken dat het RIVM nog steeds aan het bepalen is wat nou eigenlijk die onacceptabele gezondheidsrisico's zijn en hoeveel uitstoot er dan eigenlijk mag zijn. En dat er nu voor een aantal stoffen waar dat voor kan, wordt bepaald wat acceptabel is of niet. Maar ik vraag eigenlijk aan de staatssecretaris, en wat gebeurt er dan met andere stoffen die ook schadelijk zijn? Is zij dan bereid om daar het voorzorgsprincipe toe te passen en aan de zekere kant te gaan zitten en nu toch echt met dat plan van aanpak te komen om de omgeving van de IJmond veilig te krijgen en om kinderen weer gewoon buiten te kunnen laten spelen? En de toezegging die was er natuurlijk op dat er metingen en berekeningen zijn door de autoriteiten en door Tata over hoeveel uitstoot er is, maar dat dat eigenlijk niet strookt met wat er in het milieu echt wordt gevonden en dat er wel een factor 1000 tussen kan zitten. En daarvan zou ook snel onderzoek komen van om dat te verklaren, maar daarvan zie ik ook dat dat lastig is en moeilijk en dat zal allemaal, daar heb ik echt wel respect voor, maar die mensen wonen daar ondertussen onder de rook van die fabriek en lopen gezondheidsrisico's. En het werd natuurlijk net ook al aangehaald dat die mensen daar in de omgeving meer last hebben van hart- en vaatziekten. Dus ja, ik wil heel graag nog een reactie van de staatssecretaris. Kan dit niet versneld worden? Kan niet sneller duidelijker worden gemaakt wat er gaat gebeuren met een plan van aanpak om die omgeving veilig te krijgen? Want volgens mij verdienen die omwonenden dat. Dank, voorzitter. Dank u wel. We gaan schorsen voor 10 minuten. En dan gaat staatssecretaris Heijne de Kamer antwoord geven.
heropen de vergadering, het 2 minuten debat externe veiligheid. En ik geef het woord aan staatssecretaris Heijnen. Excuus, gaat uw gang. Ik heb in totaal, ja, dank u wel, voorzitters. Voorzitter, ik heb in totaal 11 moties en dan nog een vraag van de heer Thijssen. De eerste motie van mevrouw Hagen, ik zal gewoon het nummer van de motie zeggen en dan laat ik graag het oordeel aan de Kamer. Motie 2 laat ik ook graag oordeel Kamer. Motie 3. Zijn er wellicht moties bij waarvan u ook de suggestie zou kunnen doen om het over te nemen? Als u zegt, ik kan het oordeel aan de Kamer laten. Ja, maar ik heb altijd begrepen dat de optie in Den Haag zo was dat je het of oordeel Kamer geeft of dat je het vooral onderraadt. Dus dat het een van die twee smaken is. Dus overnemen, ja, dat kan ik doen, maar dan moet het toch in de stemming worden gebracht, of niet? De nieuwe afspraak die we met elkaar hebben gemaakt is als eigenlijk in de motie iets staat wat u al van plan bent te doen of wat u volledig kunt omarmen, dat u hem ook zou kunnen overnemen. En als daar dan geen bezwaar tegen bestaat bij de leden, dan is de motie bij deze overgenomen en dan hoeven we er niet over te stemmen. Dus dat maakt onze stemmingslijst weer wat korter. Ja, ja. Dus het is een suggestie van mijn kant. Oké, goed. Nou, ik stel voor dat ik daar in de toekomst dan rekening mee houd. Want dat heb ik nu niet gedaan. Akkoord. Motie 3, oordeel Kamer. Motie 4 van mevrouw Van Es, Komsoeis. Die wil ik ontraden. In het commissiedebat externe veiligheid van 22 juni heb ik al toegezegd om samen met de andere betrokken overheden en Tata te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de Koks 2-fabriek sneller te sluiten. En daarbij heb ik ook aangegeven dat er geen juridische mogelijkheden zijn om de Koks 2-fabriek direct te sluiten. Ook omdat de motie oproept tot het afdwingen van sluiting, moet ik hem ontraden. Dan motie 5 van S. Komsoeis, die wil ik ook ontraden. Het in beeld brengen van ZZS-emissies en daarover het bevoegd gezag informeren is een verplichting voor bedrijven waar bevoegde gezagen op moeten toezien en handhaven. En daar ga ik niet tussen zitten. We werken overigens wel aan een ZZS-emissiedatabase waarin die bevoegde gezagen straks verplicht zijn de data op te slaan. En daarmee kan dan ook een landelijk beeld worden verkregen. In het bestuurlijk omgevingsberaad heb ik onlangs nog bij alle partijen, dus bij IPO, VNG, bij de waterschappen, erop aangedrongen zich daar goed op voor te bereiden. Mevrouw Van Es. Dank u, voorzitter. Ja, ik vind dit wel zorgelijk, gezien dit had al gewoon voor januari 2021 geregeld moeten zijn. En het is nog steeds niet geregeld. En dan vind ik het wel zorgelijk dat deze staatssecretaris, die wel gewoon medeverantwoordelijk is voor het feit dat die ZZS worden geminimaliseerd, zegt, ik heb hier geen betrokkenheid bij. Wel degelijk, ZZS is een betrokkenheid van deze staatssecretaris. En het wordt gewoon niet geregeld. Anderhalf jaar lang wachten we al op dit, wat al in januari 2021 had moeten zijn. Dus ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling als we daar dus nog steeds niet op deze manier de staatssecretaris uitvoering aan gaan geven. Ja, ik begrijp dat mevrouw Van Es graag ziet dat er snelheid wordt betracht. Daar ben ik ook altijd groot voorstander van. Maar we moeten wel ook altijd kijken bij wie ligt welke verantwoordelijkheid. Waar wij met name wel op kunnen duwen, dat is bijvoorbeeld die ZZS-emissiedatabase, waar dan ook alle informatie in komt te staan. Dat gaat het wel makkelijker maken om inzichtelijk te krijgen hoe het precies zit met die zeer zorgwekkende stoffen. En ja, ik moet de motie dus helaas ontraden, voorzitter, zoals ook al eerder aangegeven. Dan was er nog een motie van ja, mevrouw Van Es, denk ik dan toch. Maar wel met warme steun, kan ik me zo voorstellen, van mevrouw Hagen, voorzitter. Dat is motie 6. Ik laat het oordeel daarvan graag over aan de Kamer. Motie 7 van mevrouw Bousselit, Komsoeis, die wil ik ontraden. De verlaging van de emissienorm die treedt op 1 januari 2023 in werking, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. En ik ga dus vanuit dat dat op 1 januari zal gebeuren. Maar mocht onverhoopt blijken dat de invoering wordt opgeschort, dan zal ik in samenspraak met BZK bezien hoe we kunnen zorg dragen voor invoering van de nieuwe wet en regelgeving in zijn geheel op zo kort mogelijke termijn. En wanneer we die aanscherping los zouden willen koppelen van de Omgevingswet, dan zou het huidige activiteitenbesluit milieubeheer aangepast moeten worden. En zo'n wijziging gaat gewoon 1 tot 1,5 jaar duren. En dat willen we volgens mij allemaal niet. Ik zie dat dat een korte vraag oproept van mevrouw Bousselit.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad kort. Ik hoop inderdaad dat het gewoon per 1 januari doorgaat. En ik vraag dan ook niet om een wijziging van het huidige traject, maar meer wat mocht het niet doorgaan, dat we zo snel mogelijk oppakken. Dus blij dat u daar dan aan de gang gaat met BZK. Als het kan, zou het fijn zijn om daar dan wel gauw informatie over te krijgen. En sorry, ik was vergeten namens de voorzitter te spreken. Dat zeg ik mevrouw Boeselink graag toe, dat we zo snel mogelijk ook weer een update zullen geven. Maar laten we inderdaad er voorlopig van uitgaan dat de omgevingswet wel gewoon ingaat. Ja. Maar we moeten natuurlijk wel ook realistisch zijn en kijken naar andere alternatieven, voorzitter. Ik kijk nog even naar mevrouw Boeselink of dat ertoe leidt dat zij haar motie aanhoudt of intrekt, of wil zij hem toch in stemming brengen? Daar komt mevrouw Boeselink op terug. Gaat u op gang, staatssecretaris. Dan een motie 8 van mevrouw Boeselink. Daarvan zou ik het... ik zal met het RIVM in gesprek gaan over het vervolg van het onderzoek en het afleiden van waarden. Ik kan wel zelf natuurlijk niet handhaven. Dat is aan het bevoegd gezag. Maar met die lezing zou ik de motie graag oordeelkamer willen geven. Even kijken. Dan motie 9 van mevrouw Beckerman. Die motie die wil ik ontraden. Het doel van 2030 kan niet worden behaald met de inzet van de 35 miljoen. We hebben daar in totaal meer dan 400 miljoen voor nodig. We hebben dit ook in de commissievergadering besproken, voorzitter, dat we ook kijken naar een doelmatige besteding van het geld. En we zetten vooral in op publiekscampagnes vooralsnog. En we hebben het budget nu niet beschikbaar om 400 miljoen uit te geven om zwaardere middelen in te kunnen zetten om de doelen zoals ze gesteld zijn te halen. Een vraag van mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, ik vind dit een hele rare redenering. Als je een doel wil halen waar je 400 miljoen voor nodig hebt, je hebt dat geld niet, dan ga je in plaats daarvan het geld wat je wel hebt ook niet inzetten, waardoor je nog verder van je doel geraakt. En deze motie stelt niet voor om 400 miljoen. Die motie stelt voor, kijk nou hoe je gericht tot goed beleid kunt komen en geef voor die tijd dat geld niet uit. Ja. Heel simpel verzoek. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, we kunnen allemaal onze euro maar één keer uitgeven hier in het Haagse. En ik heb ook aangegeven tijdens de commissievergadering dat er verschillende onderdelen zijn waarmee je wellicht een groter effect kunt behalen qua milieuwinst, qua gezondheidswinst dan met de 35 miljoen, omdat het gewoon een vrij beperkt budget is. Ik heb bijvoorbeeld als voorbeeld genoemd onze ambities die we hebben op het gebied van circulaire economie. Daar gaan we naar 0 euro budget, dus daar kunnen we dan geen ruimte meer hebben om bijvoorbeeld innovatie toe te passen, noem het allemaal maar op, om bedrijven te stimuleren om mee te doen in die circulaire keten. Ik begrijp dat ook asbestdakensanering enorm van belang is, maar ik kan geen ijzer met handen breken. Ik heb de 400 miljoen niet. Mocht er een meerderheid in de Kamer zijn, laat het me dan zo zeggen, voorzitter, die wel bereid is om dat grote bedrag ter beschikking te stellen, ga ik natuurlijk hard aan de slag om die 400 miljoen te gebruiken om asbestdaken te saneren. Mevrouw Beckerman, echt kort tot slot op dit punt. Maar voorzitter, dit is eigenlijk de tragiek. Hè? Het kabinet zegt hier, we hebben allerlei milieudoelen die noodzakelijk zijn voor de gezondheid. Maar we gaan daarin schuiven, want er is geen geld. En ik kan me voorstellen dat deze bewindspersoon daar niets van kan doen. Maar dat is niet wat de motie zegt. De motie zegt alleen maar, onderzoek nou wat de meest effectieve manier zou zijn. Want op dit moment gaat het kabinet alleen maar een publiekscampagne starten. En tot die tijd even niet aan het geld komen. Dat is het enige wat we nu op dit moment vragen. Dank u wel, de staatssecretaris. Ik ben heel even nog goed aan het kijken hoe de formulering exact is. Kijk, wat ik graag zou willen vragen is om de motie in elk geval even aan te houden, zodat we het gesprek erover met elkaar kunnen hebben. Want ik vind het ook zonde om een onderzoek te gaan laten doen naar iets waar we echt de middelen niet voor beschikbaar hebben. Maar als er draagvlak is binnen de Kamer om wel te zoeken naar die 400 miljoen, dan ben ik best bereid om te kijken wat we kunnen doen, maar ik wil er op dit moment niet toe zeggen. Want we moeten ook de ambtelijke capaciteit kunnen we maar één keer inzetten. Maar ik wil graag het gesprek met mevrouw Beckerman daar iets uitgebreider over voeren dan nu even op die 2 minuten. Mevrouw Beckerman, bent u bereid de motie aan te houden? Nee, want het gesprek is juist het debat. Dat hebben we gehad, voorzitter. En volgens mij liggen er ook heel veel plannen, zijn heel veel provincies en gemeenten bezig. En geven die daar ook eigen geld aan uit.
En is dat wat het onderzoek is? En kunnen we daar prima over gesprek weer in het vervolg? Maar ja, in gesprek is gewoon een debat, dat is geweest. Ja, dan vraag ik de staatssecretaris toch een oordeel over deze motie te dan geven. Dan moet ik de motie ontraden, voorzitter. Dan gaan we naar motie 10 van mevrouw Beckerman. Over aardgascondensaat. Ik ontraad de motie, want op grond van internationale verplichtingen moet ik het vervoer wel faciliteren. Dat gebeurt binnen de wettelijke voorschriften en het ILT, de ILT houdt daarop ook toezicht. Dan de motie over de Hedwiggepolder. Ik wil die motie graag doorverwijzen naar de minister van Natuur en Stikstof, voorzitter. En dan had meneer Thijssen nog een vraag over hoe het staat met het plan van aanpak voor Tata. Ja, want u geeft aan de motie door te willen verwijzen. Maar de vraag is even, hij komt hier ook op de stemmingslijst. Wat is uw oordeel? Kijk, de minister van Natuur en Stikstof die heeft op 20 juni aangegeven hoe ze uitvoering heeft gegeven aan de motie. En daar wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen voor natuur en gezondheid. Dus op het moment, het is gewoon niet mijn portefeuille, dus ik zou hem sowieso ook al alleen al op basis daarvan dan willen ontraden. Maar ik adviseer mevrouw Beckerman om hem voor te leggen aan de daarvoor bevoegde bewindspersoon. Oké, kijk even naar mevrouw Beckerman of dat nog tot een andere actie leidt. Nee, dat is niet het geval. Voorzitter, volgens mij kan de minister van Natuur en Stikstof prima een appreciatie sturen voor dinsdag. En PFAS is onderwerp van deze commissie en dat is waar deze motie over gaat. Dat zullen we doorgeleiden naar het kabinet. Dank u wel. Meneer Thijssen had nog een vraag over het plan van aanpak voor Tata. De motie om het plan op te stellen die is afgedaan door mijn voorganger. Het plan van aanpak is op 1 december aangeboden aan de Kamer. En ten aanzien van de kwantitatieve waarde geldt dat ik van het RIVM een eerste verkenning heb ontvangen. En op basis daarvan zal ik vervolgstappen bepalen en ook de Kamer natuurlijk daarover informeren. En dat waren mijn reacties, voorzitter. Een korte vraag van de heer Thijssen. Dank u, voorzitter. Maar is de staatssecretaris wel met me eens dat er is wel iets opgestuurd voor 1 december, maar er is niet bepaald hoe nou wordt voorkomen dat er onacceptabele gezondheidsrisico's zijn. En daar is meer onderzoek voor nodig door het RIVM. En ergens heeft mijn fractie daar respect voor, maar ergens denk ik ook, dadelijk zijn we een jaar verder sinds dat vreselijke rapport wat we hebben gehad. Er moet er gewoon duidelijkheid komen van dit is wat nodig is om die omgeving schoon te krijgen. Ja. Ja, voorzitter, het RIVM is er wel echt drukdoende mee. Ze hebben ook een eerste verkenning inmiddels naar mij opgestuurd. Ik hoop zo snel mogelijk de Kamer ook weer te kunnen informeren over wat er allemaal uit is gekomen. En volgens mij is het RIVM zich zeer wel bewust van het belang dat ook deze commissie hecht aan snelheid om duidelijkheid te bieden aan de omwonenden van Tata. Dank u wel. Dan is er een einde gekomen aan dit debat. En ik kijk even rond, want volgens mij zijn alle sprekers voor het volgende debat inmiddels ook aanwezig. Dat is het 2-minuten debat herziening richtlijn industriële emissies en de richtlijn storten van afvalstoffen. Dus daar gaan we over een enkele minuut mee beginnen.